Goedendag, het is zeer warm deze dagen. Grote vraag is, hoe lang houden we die warmte vast en komt er ook nog neerslag? We gaan het bekijken in de 30-daagse. Er komt een verandering aan, dat is wel duidelijk. We hebben constant die noord- tot noordoosten wind gehad de afgelopen tijd met droge lucht, waardoor de zon volop kon schijnen en hoge temperaturen. Nou, die temperaturen die blijven voorlopig nog wel hoog, maar de wind gaat wel draaien naar een meer zuidelijke richting, zuid-zuidwest uiteindelijk. En dat betekent dat er meer vocht vanuit het zuiden gaat komen en dat we ook te maken gaan krijgen met buien. Bij nog steeds wel die hoge temperaturen. En dat betekent dat die warmte met dat vocht erbij toch echt wel anders gaat aanvoelen. Laten we eens naar de weerkaart kijken van het Amerikaans model. En dan zien we dat het hoge drukgebied zich iets meer gaat terugtrekken. Een depressie bij Ierland wordt dominanter. En vanuit het zuidwesten kunnen zo af en toe storingen overtrekken. Buienstoringen, en er kunnen best pittige buien tussen zitten. Bijvoorbeeld later op dinsdag is dat het geval als er weer zo'n lijn overtrekt in een actieve trog, zoals we dat noemen. Ook de dagen erna blijft het wel wat wisselvalliger met kans op stevige buien. Maar de temperatuur blijft wel hoog en er zijn zeker ook nog zonnige perioden. Kortom, de zomer laat zich iets van een andere kant zien. Laten we maar eens gaan kijken naar de 30-daagse kaarten van het Europees model. En dan zien we dat het hoge druksysteem ook volgende week nog wel in het noorden aanwezig is. Maar geleidelijk kan wel wat meer naar het noordoosten gaat trekken. En daardoor kunnen de depressies vanaf de oceaan wat dichterbij gaan komen. We zien ook die luchtdrukafwijking dat die naar beneden gaat. Een meer zuidwestelijke stroming kan dat volgende week gaan opleveren met weliswaar warme lucht, maar ook onstabiele lucht. En vandaar dus dat we af en toe die buien gaan zien. We zien het ook terug in de neerslagkaart, want de afgelopen tijd, dus die droogte waar we mee te maken hebben gehad, voor komende week verwachten we toch wel een afwijking in positieve. Er kan dus neerslag gaan vallen. En dat kunnen echte plensbuien zijn, waarbij lokaal de verschillen groot kunnen zijn. Maar toch, als er zo'n stevige bui overtrekt, komt er echt wel wat neerslag naar beneden. En daarom zien we ook de groene tinten boven Nederland. Maar blijft dat ook zo? Nou, zoals het er nu naar uitziet, is dat niet het geval. Want de neerslagkansen, die worden geleidelijk aan weer minder. En dat komt omdat er toch weer wat meer hoge drukinvloed gaat komen. Laten we ook nog even naar de temperatuurpluim kijken. Dan zien we dat die temperatuur voor de komende 2 weken toch wel aardig op niveau blijft, hoor. Zo rond de 25 graden vaak in het midden van het land. En aan het eind van de pluim zien we ook die donkere schakering. En dat betekent dat er misschien zelfs wel wat meer warmte weer terug gaat komen. Als we naar de temperatuurafwijking kijken voor volgende week, dan zien we toch heel duidelijk nog het rood. Maar ja, die temperaturen zijn zeker begin volgende week nog erg hoog, met maxima tussen 25 en 30 graden. Het zou nog lokaal tropisch kunnen worden in het zuiden van het land en misschien ook nog wel in het midden van het land. Hoge temperaturen dus. En daarbij zien we dat die neerslagkans geleidelijk aan toch weer gaat afnemen. Want als we naar de week van 26 juni naar 3 juli kijken, dan zien we toch wel weer dat het een drogere week zal zijn dan normaal als dit model gaat uitkomen. En het zou goed kunnen, want we zien in al die kaarten wel dezelfde tendens terugkomen. Onder andere dat de lage druk wat meer zuidelijk komt te liggen, hoge druk boven het zuidoosten van Europa. En dan kunnen we toch vaker een wat zuidelijke stroming krijgen, waardoor de temperatuur aan de hoge kant blijft. Maar heel voorzichtig, ook geleidelijk aan weer wat meer hoge druk invloed. Op deze kaart is dat nog niet te zien. Maar als we verder in juli gaan kijken, zien we toch wel weer wat signalen dat in het noorden die hoge druk kan opbouwen. Dit is voor de week van 10 juli tot 17 juli. Zien we heel voorzichtig weer dat roze terugkomen. Dus wat hogere druk in het noorden van Europa. En dat betekent dus ook vaak weer wat droger weer. Nog steeds wel in het zuiden van Europa. Wat lagere druk dan gebruikelijk. Kans op onweersbuien in Frankrijk en Spanje en het Middellandse Zeegebied blijft dus wel vrij groot. En waarom niet dat af en toe zo'n bui ook naar het noorden kan komen? Dus zo'n hele lange droge periode als de afgelopen tijd. Ik denk niet dat dat ook voor jullie geldt, omdat er zo af en toe wel eens met een zuidelijke stroming een stevige onweersbui kan opkomen zetten. Temperatuurverdeling, temperatuurafwijking in dit geval ook voor de periode 3 juli, 10 juli warmer dan gebruikelijk. Met andere woorden, we blijven toch wel vaak rond die 25 graden uitkomen, zover ik dat nu kan inschatten. En dat is natuurlijk echt een zomerse temperatuur voor juli. En dat past ook wel bij juli, maar het is wel wat warmer dan gebruikelijk, want die temperatuur ligt vaak wat lager. Nou, laten we de boel eens gaan samenvatten. Tijdelijk natter. Volgende week moeten we echt wel rekening houden dat er een paar flinke buienstoringen kunnen gaan passeren. De warmte die blijft aanwezig, maar het wordt wel echt
echt een andere warmte. Het wordt wat benauwder. Zeker in het zuiden van het land is dat goed te merken, waar die temperatuur nog makkelijk door de 25 graden ingaat. En als we dan op termijn gaan kijken, dan zien we toch heel duidelijk wel weer signalen voor meer hoge drukinvloed. En dat betekent droge weer en toch ook wel aanhoudende warmte. Nog fijne dag.